In 1997 brengt Marco Borsato zijn derde succesalbum uit op rij. Na één dag zijn er al 275.000 exemplaren van verkocht. Nooit eerder was een zanger zo populair in Nederland en Vlaanderen. Ik denk aan hoe het was, kroketten achter glas. Ik denk aan alle liedjes die ik heb gezongen en hoe dat ooit begon. Welke plaat verkoop ik meer? Welke plaat wordt goud? En hoog boven de atmosfeer rijst mijn ster in duizend fout. Hoe vertel je iemand dat een show pas echt compleet is? Als het podium zo breed is, dat het plaats biedt aan de zon. Hoe vertel ik jou dat de grootheid van mijn liedjes voor een land vol van verdriet is, als een medicijn? Vannacht, klokslag 12 uur, zijn alle platenzaken in heel Nederland opengegaan voor de première van de nieuwe Marco Borsato. Exact 3 minuten later haalde het album al 3-dubbel platinum goud. Omdat het Sportpaleis te klein is geworden, zal het optreden op de ring plaatsvinden die voor de gelegenheid overkapt zal worden. Ja, het water valt er echt met bakken uit de lucht. De laatste keer dat het zo erg was, dat ik zoveel wateroverlast heb gezien, dat was op een Marco Borsato-concert, toen er mensen gewoon te huilen van ontroering. Premier Kok heeft vanmiddag in Brussel voorgesteld om de Europese eenheidsmunt, de euro, te vervangen door de Marco. Weer een ongelooflijk indrukwekkend optreden van Marco Borsato gisteravond in het Sportpaleis in Antwerpen. En wat vooral heel indrukwekkend was, was toen Marco al zingend een zeehondje redde uit de bek van een orka. VTM. Je beleeft het hier.